begint bij de opvoeding. Ik ben zelf op een vrij hiërarchische manier opgevoed. Nou ja, om het concreet te maken. De Surinaamse manier van opvoeding is eigenlijk met de harde hand. Hè? Dus respect is heel erg belangrijk. Maar liefde, vergeet dat niet. Hè? Liefde is nog steeds de rode draad. Hè? Ik bedoel, ja. En moest je dan tegen je ouders u zeggen? Precies, daar begint het mee. Altijd u. Ja. De waarom-vraag stellen. Nou ja, goed, dat was eigenlijk not done. Van waarom mag ik bijvoorbeeld vandaag niet op het schoolplein gaan spelen? Ik noem maar wat. Nee, hoe durf je die vraag te stellen? Weet je wel dat? Nou goed. En dat vertaalt zich ook in het onderwijssysteem. Basisonderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs. En vervolgens stromen die studenten dan uit. Ook met dat wereldmodel van... Ja. Van aansturing stromen ze uit en komen ze wellicht zelf in leidinggevende posities terecht. En hebben dat dan al geadopteerd. Ja. Want dat is dus blijkbaar de manier waarop je jezelf verhoudt ten opzichte van je medewerkers, ten opzichte van je ondergeschikte, als ik het zo noem. Ja. Hoe doe jij dat? Hoe pak je dat aan om daar een verschil in te maken? Nou goed, zoals je weet heb ik 12 jaar geleden al jouw methodiek geadopteerd. Ja. En daar zit dus al in dat triadische manier van trainen. Dus los van de methodiek zit daar al de triadische manier van trainen. Ik ben weliswaar trainer, maar ik ben op een ander moment ook leerling. En ik ben op een ander moment ook coach. Dus ja. ik ben hier weliswaar als trainer en ik sta voor jullie als trainer. Alleen, ik weet niet alles. Dus daar begint het aan mee. En daarmee maak ik ze al bewust dat je kan weliswaar een hiërarchische positie hebben. Als trainer heb je een hiërarchische positie. Maar dat wil niet zeggen dat je manier van trainen en dan aansturen ook hiërarchisch moet zijn. Nee. En als dat betekent... Excuseer. Als je kijkt naar die schoolleiders... Zeggen zij dan, oké, Brian, ik heb het helemaal begrepen, leg maar uit hoe ik het moet doen. Nee, ze werkt. Nou, dat is natuurlijk een strikvraag, want je weet dat het niet zo werkt. Je weet dat het niet zo werkt. Dus het is een uitnodiging. Dus het is wel de dikke rode draad, hè? Ik nodig ze uit. Ja. Ik maak ze eerst bewust van wat zijn de typische kenmerken, patronen van het hiërarchische. En dat doe ik op een grappige manier. Ik heb op internet heb ik een aantal filmpjes gevonden die dat heel erg, dat contrast heel erg vergroten en expliciet maken. Het contrast tussen ik ben de baas en aan de ene kant en toch op een coachende manier met je medewerkers omgaan aan de andere kant. Dus dat is de rode draad gedurende de training. Ja. En het wordt vervolgens vertaald naar methodiek en naar oefeningen. Maar ik geef ze ook aan dat het een uitnodiging is. En inmiddels wetende dat ze die uitnodiging ook voor een heel groot deel aangrijpen. Maar het uitgangspunt is dat ze vanuit de ontwikkelformule, hè, dat ze kijken van wat is goed aan het hiërarchische. En wat zou ik überhaupt kunnen toevoegen in relatie tot mijn huidige context, mijn huidige medewerkers. En waar zou ik voor kunnen kiezen om op termijn, stapje voor stapje, op mijn eigen manier los te laten? Ja. Zodat ik uiteindelijk meer rust krijg binnen mijn leiderschap. Want dat is dus wel een van de dingen waar ik me heel snel bewust van werd. Was dat hun manier van leiding geeft, dat hiërarchische, dat het heel erg hard werken is. De problemen van de leraren, die worden bij de leidinggevende neergelegd. Omdat ze natuurlijk nog niet... geleerd hebben of misschien uitgenodigd zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van de... Ja, zien die schoolleiders ook dat zij in hun stijlverandering, dat ze ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Surinaamse cultuur? Of is dat indirect. Indirect. Ja. Indirect. Maar het is nog lastig om die vertaalslag te maken naar dat stukje van het grote geheel. Maar wat we wel expliciet maken tijdens de training is dat ze als ze eenmaal de coachende manier van leiding geven adopteren, wat dat betekent voor hunzelf natuurlijk, hè, van wat levert het je op, wat levert het je directe medewerkers op, wat levert het de leerlingen op, wat levert het de school op, en de laatste vertaling zou dus gemaakt kunnen worden naar, maar wat levert het dan de maatschappij op?
Ja. En die laatste stap, die maak ik niet expliciet. Nee. Omdat het naar mijn mening nog een brug te ver is. Terwijl ik weet dat er wel degelijk op termijn een verschil gemaakt zal. Dat is allicht ook je hoger doel. Je hebt een verbinding met Suriname ook. Je bent wel Nederlander, maar je zit wel graag in Suriname. Hè? Absoluut. Ja, absoluut.